Ik was in 1968 in Amerika, het jaar van de flower power en de drugs. En ik had een keer LSD geslikt. Hoe oud was jij toen ongeveer? 18. En ik zat tegenover iemand met lang haar in het midden gescheiden, ongeveer zoals hij dat draagt. Een soort Jezus? En ineens, ja hoor, het was net of de hele wereld niet echt bestond. En Jezus, daar ging het allemaal maar om. Wat alle hippies de hele tijd deden, was het tijdperk van de waterman kwam eraan. En iedereen zou van iedereen houden. En dat liep ik toch om me heen te toeteren. En nu had ik ineens ook Jezus gezien op een trip. Dat vertelde ik aan de schoonmaker op school. En die zei, praise the Lord. En toen dacht ik, oh, ik hoor nou ineens ook bij deze mensen. Dus, nou ja, maar na 14 dagen was het over.